van schuit moesten worden gehaald. Jongens, nog de dank, want jullie hebben toen een brok Hollandse historie geschreven die onvergetelijk is. Wat blijft me nu over te danken? Onze werknemers. Dat zijn er heel wat. Het is een ontstellend verschillend stel mensen. Het is net een heel groot gezin. Het ziet er soms slordig uit en rumoerig. Maar wel alert, maar ook zeer emotioneel. En het heeft vaak hele kwade kanten. We hebben wel slaande ruzies gehad. Dat je zou zeggen, de honden lusten er geen brood van. Maar lang koppen tegen elkaar, dat kan hier niet. Na een tijdje. Ja, je komt elkaar toch altijd tegen in deze kleine gemeenschap. En zo, ja, dat was eigenlijk wel een beetje gek straks. En dan zit je bij elkaar. En dan ineens heeft iedereen voor iedereen alles over. Kijk, dat is iets dat is zo enorm fijn als je zo 14 jaar hebt kunnen werken. We hebben twee soort bedrijven. We hebben een, laat ik het zeggen, een fabriek op zee liggen. Dan hebben we een soort veerpont die er naartoe moet. En dat zijn ook nooit makkelijke dingen geweest. Moet er nou zo een radiostation werken? Ja, dat hebben we zelf gewild. En als het afgelopen is, dan denk je nou, het kan ook anders op het land, maar dan kom je met hele andere maatstaven. En dat wil je dan ook graag. Maar wat al onze mensen in die 14 jaar hebben gedaan. En ik ben wel eens razend op mensen geweest. En ook mij hebben ze uitgeschonden. Weet u dat dat heerlijk is? Geef mij maar eens mensen die ook vaak nee durven zeggen. Tuurlijk, we hebben een voorbeeld. Minister Van Doorn is geen ja-broer, die zegt op alles nee. Maar ik vind het fijn met onze mensen. Als ik daar enorme ruzies mee heb gehad, en daarna is de samenwerking nog weer veel prettiger. Natuurlijk. De leiding van een bedrijf doet ook stomme dingen. Heb ik ook gedaan, ik weet het. Maar als je dan in ontzaglijke moeilijke tijden ziet hoe dan alles achter je staat. Ik geloof dat ik persoonlijk daar wel heel goed over kan oordelen. Jongens, met dank. Ik had deze 14 jaar met jullie nooit willen missen. Wat er ook gebeurd is. Het was fenomenaal. Veronica is wel gewond, maar nog niet verslagen.
nemen afscheid van u. Atze Veenstra. Frans Nienhuis. Ruud Westbroek. Atje Bouwman. Lex Harding. Jur van Beem. Bart van Leeuwen. Marion Wijnberg. Carla Eemond. Nolvies. Stan Haag. Tom Collins. Joke Totma. Ellen Daams. Odiel van Deuren. Giet Petrus. Jos Hogan. Erna van den Heuvel. Siep Kroeske. Karel van der Woert. Anneke Veenstra. Akke Woudstra. Francis Bouwman. Mieke Klein. Sietse Gordonier. Rob Oud. Bul Verwij. Jaap Verwij. Dick de Lange. Gerde Meinhout. Hans Mond.